leeuw is eigenlijk iemand die bang is voor niemand. Zijn ogen en zijn neus zijn groter dan die van een reus. En zijn muil is een ware moordkuil. Met zijn klauw is een leeuw geweldig gauw. Met zijn staart gooit hij een schutter van zijn paard. En met zijn tanden durft hij de hele schutterij wel aan te randen. Fijn, hij is altijd het verscheurendste beest onder de dieren geweest. Onlangs heeft hij immers in Londen nog een juffrouw verslonden. Doch nu ik mij bezin, was hij het niet, het was de leeuwin. Een leeuw wordt viervoetig geboren, twee van achteren en twee van voren. Of volgens anderen, twee aan zijn rechterhand en de twee andere aan deze kant. De leeuw zijn gemalin is mevrouw de leeuwin. En de jongelui, zolang ze zich met de borst behelpen, noemt men gewoonlijk welpen. Gouden leeuwen en leeuwen van hout, mitsgaders de Hollandse worden heel oud. Men ziet ze nog wel op uithangborden en schilden, doch zeldzaam in het woud. Komt ooit een ware leeuw rechtstreeks op u aan, dan is het beste om maar regelrecht uit de weg te gaan. Doch niet als hij opgezet of dood is, daar er in dat geval volstrekt geen nood is. Ja, een leeuw is eigenlijk iemand die bang is voor niemand.